Hier begon het. Bakker Koolstraat, gekocht. Toen kwam de centrale verwarming. Daarna kwamen de keukens en de verbouwingen. Alles snel. Het stukje film wat u hier ziet is opgemaakt met een autocamera en zeer goed te gebruiken in alle mogelijkheden. U ziet de krantenberichten, u ziet de single koop. Daar ziet u de vaste klanten, oftewel de hobbyisten, die iedere zaterdag bij ons waren om het nodige op te steken. De vernuftheid van onze nieuwe computers. Het pand, de Mosweg, wat we gekocht hadden voor uitbreiding van onze keuken, centrale verwarming, alles erop en eraan, liep als een speer. En door de crisis van 70-90 was het toch echt moeilijk om te overleven. En we namen dan ook mijn oude hobby in als elektronica verkoop. Het begon allemaal met kleine elektronica pakketjes, zelfstandige pakketjes, die in elkaar kon solderen en daardoor nodige materialen mee kan bewijzen. Het was ook een goed maandblad op dat moment en dat ging allemaal zo perfect en zo rolden we heel langzaam de echte computers in. Keukenopstellingen, sanitaire opstellingen, alles deden wij. Totale verbouwingen in huizen, elektriciteit, gasinstallaties, alles en niets was vreemd voor ons. Alles pakten we aan. En wilden we als ondernemer ook zeker weten, aanleggen en de klant tevreden stellen. Dus te krijgen, het was toch wel zwaar. Je moest er echt veel voor doen, kamer van koophandel, allerlei instanties aflopen, totdat je echt elk papiertje volledig goed binnen. Mijn oude hobby was elektronica pakketjes. Toen ik 14 was, soldeerde ik allerlei pakketjes in elkaar. En nu kwam het toch weer op, nu gaan we toch weer terug naar onze elektronica pakketjes. Dit heb ik ook heel veel gedaan, veel pakketjes verzonden. En naderhand kwamen dan eindelijk de computers binnenrollen. Ja hoor, daar kwamen de computers. Eerst de ITT computer, een namaak van de Apple computer. Daarna kregen we weer te maken dat ITT werd uitgeschakeld. Omdat we de eerste waren, konden we heel snel ook Apple in Zeist ontvangen. Daar kregen we dan de Apple II's binnen en toen kwam het allemaal heel snel in een omloop. De cursussen, de bekendmaken van de computers, met heel veel hulp van goede bekenden, kwamen we heel eind. En is het ook zo ver uitgerold dat keurig netjes het verkocht werd als broodjes. Het bekendmaken dat we de Apple II verkochten als broodjes was heel leuk. We vormden cursussen. Heel veel mensen vonden het leuk, wilden ook gelijk meehelpen en daardoor starten we het ook met cursussen en tientallen tafeltjes en veel computers. Dit was zo leuk dat heel veel goede mensen, goede klanten, docenten, iedereen hielp ons om dit goed in goede banen te leiden. En dat ging in goede banen, want we hadden echt heel veel succes. De eerste beurs van de computers voor Apple deden we in Leiden. En daar hebben we heel veel en leuke dingen en ervaringen op gedaan om de mensen te laten zien dat automatisering nooit en nooit meer tot stilstand zou komen. En dat is toch werkelijk de waarheid geworden. Het is niet meer stilgekomen. Wij hebben dus daarna ook heropeningsfeestjes gehouden met lekkernijtjes voor onze klanten en uiteraard voor ons vele klanten. En dat vind ik heel bijzonder dat we het zover kunnen hebben stoppen. Daar we enorm veel omzet deden voor Apple Zeist, kregen we ook steeds aanbiedingen van joh, als je nog een paar ton erbij doet, dan krijg je een mooi feestje. Die gaven ze. Ons feestje in Rock, ons feestje in dit, ons feestje naar Thailand, ons feestje naar Tunesië, ons feestje naar Kenia. Dit was werkelijk Apple. Ongelooflijk. Als je wat presteerde, kreeg je ook alles bij ze van elkaar. En dit zal ik ook nooit vergeten. Zie ook ons vliegen. Alles deden we. We hebben op de Jodel gevlogen. Ik heb op de Jodel gevlogen. Mijn kinderen zijn meegegaan. En we hebben werkelijk heel veel plezier gehad. Na het vliegen, natuurlijk wil je meer. Oké, dan een vaarbewijs halen. Dan weer dit. Dan gaan we ook nog kijken wat is de dierenwereld. We hebben onze jachtvergunning gehaald. En met heel veel plezier hebben we ook jaren in de weilanden gelopen. Slammen, in de winter, in de vorst, alles erop en eraan om te kijken wat is jacht. Jacht is iets heel nuttig
en zeker geen plezierjacht, want je leert het ontzaglijk veel om dit te doen.